Masraoui, beweging bij Tadic. Masraoui loopt door, krijgt hem ook terug, binnendoor. Dit is een mogelijkheid voor Ajax. Van de Beek kan hem niet binnenkoppen. Maar bijna valt hij nog over de lijn. Viergever nu met een goede verdedigende actie. De eerste dreiging van de thuisploeg. Frenkie de Jong met een sliding op de bal. Lozano wellicht nog meegenomen, maar die krabbelt snel weer op. Het valt dus wel mee. En hier is Ajax met Ziyech. Neres of Ziyech zelf? Ziyech dus zelf. Een metertje naast en Neres die baalt. Die had hem heel graag willen hebben, want die lag op volle snelheid de Braziliaan. Frenkie de Jong. Weer naar de plek waar de ruimte ligt. Dat is aan de zijkant. Daar komt de bal naar Tadic en dat is een eigen goal van Schwab. En zo komt Ajax op 1-0 door een eigen doelpunt van de Duitser. Kieselharde, vlijmscherpe voorzet van de man die moet zorgen voor de creativiteit. Zo werd duidelijk in Alkmaar nadat hij na 23 minuten uitviel. En Ajax eigenlijk heel weinig kon creëren. En Ziyech aan de basis van deze fortuinlijke goal, dat zeker. Maar het is zo lastig te verdedigen als de bal met zoveel snelheid en zoveel gevoel wordt ingespeeld. Al leek het dan een makkelijke prooi te worden voor Zoet. Maar Swaap heeft het niet gehoord. En dan overkomt hem dit. Interceptie van Blind. Tadic over het been van Viergever. Die ja, zelf zijn excuses aanbiedt voor die overtreding. Maar Kuipers laat het vreemd genoeg doorgaan. De Ligt ondertussen duellerend met de Jong. Bergwijn in de kleine ruimte. Dat doet hij heel handig, Bergwijn. Uiteindelijk toch het blok. En de woede nu bij de Ajaxide richting de scheidsrechter. Maar daar was PSV na 37 minuten. Eindelijk een keer dreigend. Het gaat om dit duel. Lijkt toch echt een overtreding. Hendricks naar Angelinho. Oh, lastig aangespeeld. Zo, dat been is wel heel hoog van Masraoui. En die gaat daar ook geel voor krijgen voor die actie ten opzichte van de linksback. Nou, kijk naar het hele elftal van Bommel. Die duikt op de scheidsrechter omdat zij er wel wat meer in zien dan geel voor de rechtsback. Nou, behoorlijk op de rand. In de lucht en dan toch nog een strekkende beweging met dat been van Masraoui. En blijft het bij geel? Of zet hij het om in een rode kaart? Masraoui moet zich melden. En de gele kaart gaat weg. En wordt vervangen door een rode kaart. Ajax door met 10. Dat is een wending. Na 10 minuten in de tweede helft. Na ingrijpen van de VAR. En een andere dimensie natuurlijk ineens in deze wedstrijd. Angelinho met de voorzet. Daar komt de Jong en dan gaat hij er ook gelijk in. En is het gelijk in de Johan Cruijff Arena. De kopbal van de Jong. 10 seconden na het wegzenden van Masraoui. Kantelt deze wedstrijd volledig. De voorzet is van Angelinho. Daar vertrekt de Jong. Er kan geen sprake zijn van buitenspel. Onana schat dat helemaal verkeerd in die situatie. Want het is ver, ver van zijn goal. En de Jong is er simpelweg eerder bij. Timed beter. En knikt. Zoals zo vaak in zijn carrière dan raak. En hij is nog niet eens bij de douche. Blind. De Jong of Bergwijn. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Buitenkant voet. Neres. Swaap moet oppassen. Neres in de kleine ruimte. Is alleen Tadic komt eraan. En dan de valpartij van Neres. Werd nog niet aangetikt. Nee, zegt Kuipers. Geen contact. En bij Ajax vragen ze aan Kuipers of hij nog naar de situatie gaat kijken. Van der Beek doet dat ernstig nadrukkelijk. Het duel op de achterlijn. Er wordt naar gekeken. Er is contact met Kuipers. De actuele snelheid. En uit die hoek, de extra hoek, is te zien dat er inderdaad contact is. Dat voelt Neres ook. Die zet nog een stap voordat hij dat been laat vallen. Dat pleit dan weer tegen de Braziliaan. Zeer lastige situatie voor de scheidsrechter. Penalty.
strafschop Ajax. Met 10 tegen 11. Als Neres eigenlijk met de moed der wanhoop achter die bal aanging. Van Bommel wil Tadić nog wat meer uit zijn concentratie brengen. Want viergever is er naar de kant gehaald. Op het moment dat Tadić die penalty wil gaan nemen, gaat weer een bord omhoog. Sadilek naar de kant. En voor hem komt Doniel Malen. Wacht het resultaat van de penalty dus niet af van Bommel. 72e minuut. Tadić. Of Soet. Dusan Tadić. 2-1 Ajax. Op het moment dat de Amsterdammers eigenlijk al 10 minuten lang onder druk staan van de PSV. En je eigenlijk wacht op een tweede Eindhovense treffer. Is er één uitbraak. Eén moment dat Neres de diepte in wordt gestuurd. Een licht contact met Schwab. Voldoende voor een penalty. En die strafschop wordt benut door Dusan Tadić. Die zijn 20e van het seizoen maakt. 2 weken terug in Venlo. Zat de PSV vast tegen VVV. Was daar ineens Lozano. Daar is De Jong en die knikt hem een metertje naast onder druk van Blind. Als er niet veel tijd meer is, het PSV achteruit moet. Ajax de bal in het bezit heeft. Taliafico, Neres. Daar wordt het nog 3-1 en is het beslist. En is de spanning in de Eredivisie helemaal terug. Zit die spanning er voor de laatste 7 wedstrijden volop. Als Ajax in ondertal weet af te rekenen met de PSV. En daar het laatste fluitsignaal van Kuipers. En Ajax verslaat PSV en brengt het gat terug in de Eredivisie naar 2 punten. Een tactische eerste helft. Een meeslepende tweede helft. Met een hoofdrol voor de VAR en voor de scheidsrechter. En uiteindelijk ook een hoofdrol voor David Neres. En de slemiel bij PSV heet Daniel Schwab. Met een eigen doelpunt en het veroorzaken van de penalty.